In deze infographic zie je de kunststofkozijnen besproken. Met op zich de eerste redelijk eenvoudig te begrijpen voordelen. Maar het kan natuurlijk veel uitgebreider. En natuurlijk zijn heel veel mensen geïnteresseerd in wat kost dat nou om te vervangen. Dus ik ben daar mee aan het rekenen gegaan. De gemiddelde kosten voor het vervangen van kunststofkozijnen in een huis, een gemiddelde woning. Een eensgezinswoning in ons land kost circa 6000 euro. Dat komt neer op circa 400 euro per vierkante meter. Op de site zie je exact hoe dat is opgebouwd in de tabellen. Want dat is natuurlijk nog veel interessanter. Want het ene huis is het andere niet. Misschien hoeft niet ieder kozijn vervangen te worden. Dus je ziet hier ook de kosten van het vervangen per kozijn. Dus dit is bijvoorbeeld een raamkozijn van 80 centimeter bij 1,20, totaal bijna 1 vierkante meter, met één vast raam in kunststof. En dan zie je wat het kozijn kost, het glas en dan totaal. En dan zie je ook de euro's per vierkante meter. Dat is natuurlijk nu iets hoger per vierkante meter, omdat je voor die 307 euro in dit geval nog geen vierkante meter kozijn koopt. Het zal opvallen dat als het kozijn groter wordt, zo bijvoorbeeld 1,20 bij 1,80, dan daalt het aantal euro's per vierkante meter. Vooral als je dat gewoon vergelijkt met ook gewoon een kozijn met een vast deel glas. Als het natuurlijk een te opene deel is, hè, dan heb je veel meer kunststof. Heb je hang- en sluitwerk, een slot, een klink. Je kunt je wel voorstellen en dan wordt het ook direct veel duurder. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Wat ik vervolgens heb naast elkaar gezet. Het huis met een totaalprijs dus van die 6000, die zie je dan ook staan. Dan zie je precies hoe die is opgebouwd, waar het gemiddelde huis uit bestaat. Dan kun je ook jouw eigen huis ermee vergelijken. Dus een kort overzicht van de kosten van kunststof. Er is veel meer te vinden. Dus dat zie je op deze pagina. Zie je dit in YouTube, zal ik de link van deze pagina er even onder zetten.